Formatting Tekst Opgemaakte tekst kan de aandacht van de lezer vestigen op specifieke delen van een document en belangrijke informatie benadrukken. In Word zijn er veel opties voor het aanpassen van het lettertype van de tekst, inclusief de lettergrootte, de kleur en het invoegen van speciale symbolen. U kunt ook de uitleiding aanpassen van de tekst om de manier waarop het wordt weergegeven op de pagina te veranderen. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen. Zorg ervoor dat de Home Tab geselecteerd is en klik op de drop-down-pijl naast het lettertypevak. Een menu van lettertypen verschijnt. Beweeg de muis over de verschillende lettertypen. Een live voorbeeld van het lettertype verschijnt in het document. Selecteer het lettertype dat u wilt gebruiken. Het lettertype is veranderd in het document. Bij het maken van een professionele document of een document dat meerdere alinea's bevat, wilt u een lettertype selecteren dat gemakkelijk te lezen is. De standaard lettertypen zijn Calibri, Cambria. Times New Roman en Arial. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen. Klik op de Font Size drop-down pijl. Een menu met lettergroottes verschijnt. Wanneer u met de muis over de verschillende lettergroottes beweegt, verschijnt er een live weergave van de lettergrootte in het document. Selecteer de gewenste lettergrootte. Als de lettergrootte die u nodig heeft niet beschikbaar is in het Lettergrootte Dropdown menu, kunt u klikken in het Font Size vak en de gewenste lettergrootte invoeren. Druk vervolgens op Enter. U kunt ook gebruik maken van de Grow en Shrink opdrachten om uw lettergrootte te wijzigen. Klik op de Grow Font of Shrink Font opdrachten. Om uw lettergrootte te wijzigen, Change Font Color. Om de kleur van uw lettertype te wijzigen, selecteer de tekst die u wilt wijzigen. Klik op de Font Color drop-down pijl. Het Font Color menu verschijnt. Beweeg de muis over de verschillende kleuren. Selecteer de kleur die u wilt gebruiken. De kleur van de geselecteerde tekst is veranderd. Uw kleurkeuze is niet beperkt tot het drop-down menu dat verschijnt. Selecteer More Colors aan de onderkant van het menu om het Colors-dialoogvenster te openen. Kies de kleur die u wilt en klik op OK. Highlighting kan een nuttig instrument zijn voor het markeren van belangrijke tekst in uw document. Selecteer de tekst die u wilt markeren. Klik op de tekst highlight color drop down Het highlight color menu verschijnt. Selecteer de gewenste highlight kleur. De geselecteerde tekst is nu gemarkeerd. Om highlights te verwijderen, selecteer de gemarkeerde tekst. Klik. Op de Text Highlight Color drop-down pijl. Selecteer No Color uit het menu. Als u meerdere regels moet markeren in uw tekst, kan het veranderen van de muis in een markeerstift een nuttig alternatief zijn voor het selecteren en highlighten van verschillende regels. Klik op de Text Highlight Color opdracht. De cursor verandert in een markeerstift. U kunt vervolgens de linkermuisknop ingedrukt houden en slepen met de markeerstift over de regels die u wilt markeren.